Wim Daniels. Amerikaanse duikers denken het vlaggenschip Santa Maria van Columbus te hebben gevonden. Ik vond het goed nieuws, vooral omdat ik al een hele tijd niks meer van Columbus had gehoord. Vroeger op de lagere school ging het elke dag over Columbus. Je had de aardappelmeel- en strookartonfabriek in Hogezand en Sappermeer. De Zuiderzee, die IJsselmeer was geworden. De tafelstand, vermenigvuldiging. De watersnoodramp, de tien geboden. En verder niks. Behalve dan: God zij dank ook Columbus. De standaardzin was: Columbus ontdekt Amerika. Er waren nog allerlei andere mensen die ook iets ontdekt hadden, maar dat maakte weinig indruk. Columbus ontdekt Amerika, dat was de zin die ertoe deed. Die zin werd in vrijwel elke les gebruikt: bij geschiedenis, aardrijkskunde, maar ook in de taalles. Columbus onderwerp ontdekt de persoonsvorm, Amerika leidend voorwerp. Helderder kon niet. Boer zoekt vrouw en man bij het hond zijn erop geënt. Die pro programma's hebben in feite aan Columbus te danken omdat Columbus in de taalles vaak voorbij kwam, heb ik een tijd lang gedacht dat hij Amerika ontdekt had met het kofschip. U kent dat schip nog wel. Daarmee kon je vroeger werkwoorden vervoegen, vooral schrobben, omdat je daarvan niet wist of dat als voltooid deelwoord nu een t of een d moest krijgen. Geschropt, want dat kon je aan de verleden tijd niet goed horen. Schropte, en dan bood het kofschip uitkomst. Inmiddels is het koffschip al lang gezonken en is er een nieuw ezelsbruggetje, koffschip taxietje, waarin ook een J zit, zodat je ook weet hoe je geroetst moet spellen. Roetje, roetje, geroest. Over Columbus hoorden wij op de lagere school altijd de gekste verhalen. Bijvoorbeeld dat Columbus weliswaar Amerika ontdekte. maar dat hij zelf dacht dat hij in India was aangekomen. en dat de mensen die hij aantrof daarom Indianen noemden. Waardoor we vervolgens de mensen uit het echte India. geen Indianen meer konden noemen. maar ook geen Indiërs, want dat waren de mensen uit Indonesië. Waardoor we tot op de dag van vandaag niet goed weten hoe we iemand moeten noemen uit India. Bij een vrouw gaat het dan wel, dat is een Indiase. Maar een Indiaer krijg je je strot niet uit. Indiaer, alsof een ezel een bezem. Stil heeft ingeslikt. En dan had je ook nog te verhalen waar Columbus nou eigenlijk vandaan kwam. De ene keer was het Portugal, dan weer Spanje, vervolgens Italië. Ik vond het wel raar dat Columbus Amerika ontdekte, dat wij niet eens konden ontdekken waar hij vandaan kwam. Indrukwekkend vonden we als leerlingen het grote aantal landen en plaatsen dat allemaal naar Columbus was vernoemd. Het land Columbia, Columbia in Illinois, Columbia in Californië, Columbia in Kentucky en Washington DC, met DC als afkorting van District Columbia. Zelfs de hoofdstad van Sri Lanka, Colombo, zou naar Columbus verwijzen, maar dat is toch niet helemaal zeker? En dan was er ook nog zijn voornaam, Christoffel. Toffel was, toffel was in mijn dialect tafel. Als we Columbus bij zijn voornaam wilden noemen, zeiden we alleen Chris en vervolgens sloegen we een keer hard op tafel. <tiedacht> Natuurlijk hoorden we op de lagere school ook wel de verhalen over de Indianencultuur: dat die vernietigd werd en dat Columbus misschien wel aan de basis daarvan heeft gestaan. En dat de slavenhandel naar Amerika door Columbus ooit is begonnen. Maar we waren toen nog te jong om die ellende goed ons tot, tot ons te laten doordringen. We hielden van Columbus, zeker ook vanwege zijn truc met het ei. Inmiddels is alles op de wereld ontdekt. Het vlaggenschip van Columbus is een luxe cruiseschip of een gammel bootje dat met wat geluk op Lampedusa aankomt. Waar de moderne ontdekkingsreiziger ontdekt dat hij of zij achter in een rij moet aansluiten. En nu hebben ze dus vermoedelijk Columbus schip gevonden. Zou me niks verbazen als straks toch nog blijkt dat het daadwerkelijk een kofschip is geweest of het kofschip. En dat er ook een foksschaap aan boord was waaruit mogelijk zelfs de tafels van vermenigvuldiging zijn ontstaan. Columbus ontdekte Amerika. Onderwerp, persoonsvorm, leidend voorwerp. Zo simpel zat de wereld ooit in elkaar.